Mensen die elkaar beter leren kennen. Dat was het doel van de fototentoonstelling Wij zijn ook Nijmegen. De tentoonstelling toont een serie levensgrote portretten van kunstenaar Sanne Willemsen. Deze mensen die mee hebben gedaan aan het project Wij zijn ook Nijmegen zijn mensen die niet in de PR voorkomen van het gemeenteproject Wij zijn Nijmegen. Maar zeker ook gewoon onderdeel zijn van Nijmegen. En het zijn vier mannen met een psychische kwetsbaarheid die door die reden soms niet mee kunnen feesten of niet mee kunnen doen met Nijmegen. Dit onderwerp trekt mij aan omdat ik zelf ben opgegroeid in een gezin met een psychische kwetsbaarheid. En ik van dichtbij heb meegekregen zeg maar, hoeveel eenzaamheid en onbegrip dat kan opbrengen. Of ja, teweeg brengt. En er zijn nog heel veel vooroordelen over mensen met een diagnose. En we weten daar heel weinig over. En daarom vind ik het heel belangrijk om deze verhalen naar buiten te brengen. Om meer begrip te kunnen creëren voor elkaar. Ik hoop dat mensen die deze expositie hebben bezocht, dat ze naar huis gaan met een ervaring rijker zijn. Dat ze meer een beetje het gevoel hebben dat ze echt iemand, zeg maar een inwoner van Nijmegen, hebben mogen leren kennen. In zomer 2015 leerden we Sanne Willemsen kennen. Als persoon, maar ook met het fantastische werk wat zij maakt. Zij is kunstenaar, fotograaf en gebruikt fotografie als beeldmiddel. En op een heel intense, krachtige manier. En zo raakten we in gesprek. De publiciteit liep al rond Wij zijn Nijmegen. En met alle feestelijkheden daaromheen. En met haar achtergrond en wat haar onderwerp heel vaak is. Mensen met psychiatrische bagage en alles wat daar omheen hangt eigenlijk. En dat uitgedrukt in prachtige fotografie. Toen kwamen we eigenlijk op het plan om met Sanne voor 2016 een project met het Bezienershuis op te starten. Dat heeft vorm gekregen in een tentoonstelling die je kunt bezoeken in de Lindenberg. Maar het gaat ook de hele stad in. Vanaf volgende week dinsdag, 22e geloof ik, is er in de hele stad een MUPI tentoonstelling te zien. Dus die grote billboards die overal langs de weg staan met 91 foto's in de hele stad. En daarbij is er eigenlijk, als iedereen zijn nee-nee sticker van de brievenbus afhaalt, dan krijg je een krant. En die krant heeft Sanne Willemsen helemaal samengesteld aan de hand van vier Nijmeegse mannen. En die vertellen heel veel interviews, dagboekfragmenten, verhalen over hoe zij denken en hoe zij de stad beleven.